Marijn Scholten. Goedemiddag, dames en heren. Onderbuikgevoelens, daar zou ik het graag even over willen hebben. Sinds de onverwachte opkomst van Pim Fortuyn worden onderbuikgevoelens door journalisten en politici zeer serieus genomen. Doodsbang zijn ze dat ze niet weten wat er speelt onder het volk, wat het volk ook wezen mag. En daarom wordt het volk met grote regelmaat gevraagd wat het ervan denkt. Soms is dat ongevaarlijk. Ik heb er totaal geen moeite mee dat vlak voor een wedstrijd van het Nederlands elftal iemand met een oranje gesminkt gezicht en een plastic glaasje bier mag zeggen wat hij van de wedstrijd denkt. Het gaat geen gemakkelijk wedstrijd worden, maar 3-1 moest zeker lukken. Dank u wel, oranje gesminkte mafkees. We nemen het mee. Prettige wedstrijd en ieder gaat zijns weegs. Niks mis mee, van mij hoeft de verslaggever dan echt niet kritisch te gaan lopen doen en te zeggen, ja, 3-1? Oh, waar baseer je dat dan op? Weet je wie er in de basis staan of niet? Heeft u veel van de recente wedstrijden gezien? Nee, dat zou flauw zijn en ontzettend ongezellig. Het is maar voetbal, het is entertainment. Who gives a fuck? Maar niet alles is entertainment. 2 weken geleden plaatste de NOS een artikel over wat men in het land van het regeerakkoord vindt. Ik zal een aantal van de reacties voorlezen en daarbij proberen niet Rotterdams te gaan praten. We worden weer finaal bij de neus genomen. Ah, het gaat nu al mis, merk ik. 1 pot nat. Links lullen, rechts vullen. 1 groot toneelstuk met Pinocchio. En tot slot, ik heb meer vertrouwen in de klinieclowns. Nou, waarom de klinieclowns hier ook ineens door het slijk moeten worden gehaald is mij totaal onduidelijk. Maar goed, ik weet niet natuurlijk wie dit hebben gezegd. Misschien zijn die mensen wel heel goed ingevoerd en is de uitspraak we worden weer finaal bij de neus genomen volledig op dossierkennis gebaseerd. Laat ik dan nog een voorbeeld geven uit hetzelfde artikel. Een student uit Den Bosch werd geïnterviewd over het regeerakkoord en zei, ik heb het niet echt gevolgd, maar vertrouwen heb ik niet. Het kabinet dat er komt, daar zie ik geen toekomst in. Dankjewel, mevrouw die het niet gevolgd heeft, voor je constructieve kritiek. Misschien is het een leuk idee als je ook recensies gaat schrijven van films die je niet gezien hebt. Waarom wordt dit allemaal gepubliceerd? Waarom moeten experts kennis van zaken hebben en zijn journalisten bij gewone normale Nederlanders, zoals Mark Rutte ons noemt, ineens geïnteresseerd in alle stront die ze uitkramen? Helemaal vervelend wordt het als politici daar dan weer op moeten gaan reageren. Mark Rutte bijvoorbeeld werd eergisteren op de dag van de beëdiging van zijn kabinet geconfronteerd met de uitslag van het Eén Vandaag opiniepanel dat van mening was dat dit kabinet de redrit niet ging uitzitten. Kijk, dat je die oranje gesminkte mafkees bij de stadion om zijn mening vraagt is tot daaraan toe. Maar als je vervolgens vlak voor de wedstrijd naar de bondscoach gaat en zegt, ja, bondscoach, er staat een oranje gesminkte man buiten met een indianentooi op zijn hoofd en die zegt dat het 3-1 gaat worden. Wat deed u ervan? Dat is krankzinnig. Journalisten, wees inhoudelijk kritisch op je politici, maar laat de onderbuik voor wat hij is. Politici zijn er niet tot ons vermaak, ze doen iets namens ons, omdat wij ze daarom hebben gevraagd. Jullie journalisten zijn het filter, jullie bepalen wat wij zien. Het zou fijn zijn als jullie nadenken over wat in het belang is van het collectief. En als je echt zo in de onderbuik geïnteresseerd bent, duik er dan dieper in. Kom niet aanzetten met cynische quotejes, maar neem journalisten aan die in Zaandam wonen of Venray en niet in Amsterdam-Oost. En probeer mensen echt te leren kennen in plaats van hun cynisme 1-op-1 door te sturen naar de kijker die daarin zijn eigen cynisme weer bevestigd ziet. En durf het ook een keer te zeggen als je erachter komt dat een deel van de mensen gewoon zeikers zijn die graag van alles anderen de schuld geven. Neem wat dat betreft een voorbeeld aan Eberhard van der Laan. U heeft het prachtige fragment misschien gezien. Een boze burger staat tijdens een debat tegen hem te schreeuwen dat het allemaal niet deugt en dat hij nog nooit bij een Amsterdammer thuis is geweest. Eberhard van der Laan die schreeuwt gewoon net zo hard terug. Die zegt, ach flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij? Je bent een oude hoer. Heerlijk. Ik wens het nieuwe kabinet veel succes en wijsheid en assertiviteit. Bijt in godsnaam van je af. Want het is allemaal leuk en aardig met dat volk, maar er moet af en toe wel even iemand zijn die tegen de onderbuik zegt dat hij uit zijn ondernek lult. Dank u wel.